Als we straks helemaal zover zijn, hè, dan krijg ik echt spijt van dat ik deze game aan het doen ben. Dat weet ik nou al. Het is dat de starters zo makkelijk te hunten zijn in deze game. Want deze game is echt kut. Als in van, de game is mooi, muziek is mooi. Dat is allemaal prima. Het enige grote probleem met deze game is de level curve. En daar kan ik me zo aan irriteren. Zeker als ik helemaal bezig ben met de game. En dat is vooral late game. Tot en met de eerste. Nou, ik bedoel, tot en met de vierde gym is het op zich niet zo heel erg. Maar daarna wordt het echt kut. Oh mensen, waarom krijg ik nog steeds geen shiny? Het duurt me allemaal veel te lang. Wat is een badge quest? Dat is gewoon eigenlijk gewoon de normale Pokémon game spelen. Alleen de shiny badge quest is dat je na elke of eigenlijk voor elke dat je voor elke badge een shiny vangt, zeg maar. Dus dit wordt de shiny voor de eerste badge en dan na de eerste gym, zeg maar, ga ik weer voor de volgende shiny. Oké. Ja, ik liever niet. Ik wil me liever focussen op één ding, zeg maar. Ook omdat ik merk, nu dan toevallig niet, maar als ik eerst deed ik dus heel veel Pokémon, kwamen er heel veel mensen. En toen deed ik een keer een ander spel, bijvoorbeeld Among Us tussendoor, en er waren er helemaal geen mensen. Dus dan kan ik maar beter die mensen die graag Pokémon willen zien tevreden houden. We gaan richting de odds, Sander. Kiezen alsjeblieft. Die moet ik wel even drukken nog. 6366. Ja, we gaan hem een nickname geven. Oké, hoe gaan we hem noemen? Oh mijn god. Krookie, nee. Noem hem Neville. In de Overworld is hij ook shiny, ja. Dat is wel heel vet aan deze game. Dat is zeker vet aan deze game. Dankjewel voor de potions, meneer. Dankjewel. Ja, Chikorita is ook mijn favoriete van de drie. Muter. Ik heb de Pokégear. Do you remember how? Ja, ik weet wel. Ze vraagt of ik nog weet hoe en dan gaat ze het alsnog uitleggen. En ik had liever gewoon running shoes gehad. Ik wil je nummer niet, ik wil rennende schoenen. Ik kan nu al niet wachten op de running shoes. Ah, dat krijg je in de volgende stadje. Oké. Oeh, een wilde Pokémon. Even voor de duidelijkheid, het is geen Nuzlocke. Joh, zag je die pling? So nice. Oké, doe de scratch. Nee, die Pidgey is niet shiny, nee. Gelukkig maar, want ik heb nog geen Pokéballs. Oh, the running shoes from the guide Gant. Gent, bedoel ik. Van gentleman. Sander, kijk, dit is tenminste rennen. Daar hebben we wat aan. Oeh, een Pokéball, wat zit erin? Een potion. Het is geen Nuzlocke, hè, dus ik mag doodgaan wat ik wil. Is niet echt een feature die van mij terug hoeft te komen. Nu zitten de Apricorns wel weer in de game. Sinds de DLC, maar van Sword and Shield. Oeh, welke Pokémon is dit? Het is een Pidgey. Alweer. Ik heb alleen nog maar Pidgeys gezien vandaag. Nou, weet je, die Pokéballs die je ervan kan krijgen, die zijn wel gewoon nice hoor, maar. Hey, een Caterpie. Oh, dat gaat echt niet. Dat gaat echt niet wennen.
Zo vet dat die shiny ook achter die shiny is, hè? Hey, professor Oak, meneer. Oh, word ik nou al gebeld? It's a disaster. Oh, er is wat gestolen. Oké, kom maar op. Meneer met rode haren, die... waar ik nog geen naam voor weet. Kan hij eigenlijk ook een shiny hebben? Als het goed is, niet. Ik weet niet. Stel, ik had Cyndaquil net gekozen. Zou zijn Totodile dan shiny zijn? Dat weet ik eigenlijk niet. Oh, ik had Save State moeten doen om dat te checken. Ja. Ik durfde het niet aan. Hé, hey, ben ik hem nou gewoon aan het killen zonder damage te tekenen? Oh, nee. Oh, daar kan je natuurlijk weer niet langs, hè? Ik heb een shiny Totodile. Daar hebben we hard voor gewerkt. Ja, die heb ik net gebattled. Oeh, hoe zal ik hem noemen? Zo'n gewoon zilver noemen. Oh, nu wil ze me laten zien hoe ik je een Pokémon moet vangen. En dan zeg ik nee, dit hoeft niet. Oh, ze gaat hem me laten zien. Je kan het niet skippen. Ik dacht dat je dat kon skippen. Ik heb eindelijk Pokéballs. Yeah, yeah, yeah. Ze heeft een Rattata. Ja, we moeten uitkijken voor die bitch. Oeh, daar hebben we een Totodile. Oh nee, ik heb een Totodile. Dat is een Pidgey. Kom jongens, help alvast even bedenken voor welke shiny we gaan na de eerste gym. We hebben meerdere keuzes. Niet per se dat we een specifieke keuze hebben voor een Pokémon. Omdat er geen statische Pokémon komt tussen 1 en 2. Gym 1 en 2. Maar we kunnen wel een grasgebied kiezen, zeg maar. En volgens mij hebben jullie wel een beetje verstand van deze game. Dat jullie ongeveer weten waar alles... Nee, we gaan niet voor Rattata. Ik wil serieus antwoorden. Wauw, ik loop 2 seconden. Het is een Pidgey. Rattata. Ta-ta-ta-ta. Hey, mijn bal is naar deze stream verschijnseld met 1 modderbloedje. Hallo. Youngster Joey went for Rattata. Nou, Joey. Weg met je Rattata. Can I get your number? Nee, ik wil geen... We gaan geen nummers geven. Deze bitch wil natuurlijk ook weer vechten. We moeten ook een beetje kijken als we voor de volgende shinies gaan. Sowieso gaan we voor de static encounters. Maar daarna gaan we ook een beetje op type letten. En ik moet even opzoeken wanneer de sterke encounter van de Eevee is die je kan krijgen. Want die Eevee die gaan we natuurlijk wel fixen. En dan wordt het een Umbreon. Hey, level 9. Bugcatcher. Frank. Ik noem hem Bugcatcher Frank. Ik weet niet hoe die heet, maar ik vind het een Frank. Het is Bugcatcher Don. Oké, dat kan ook. Laat die bitch me nou weer bellen. Oh ja, dat is wel handig als zij ze saved, want zij haalt wel eens handige items. Ik heb een potion gevonden. Oké, is dit dan Bugcatcher Frank? Het is Bugcatcher Wade. Hallo Wade. Nog nooit iemand gezien die in het echt Wade heet, maar het zal wel. En alweer level 10? Of niet? Net niet. Jawel, jawel. Net wel. Neville is level 10. Nee, ik wil geen telefoonnummers van jullie. Stop daar nou eens mee. En pocket the ball. We zijn in Violetstad. En nu in de Spruittoren. Met allemaal kale mannen. Hallo kale mannen. Is dit een secte van kale mannen? Kale mannen en... Rattata's? Sounds legit. Echt, hè? De toren van kale mannen. Of de secte van kale mannen en Rattata's.
Nog een belspruit. Een pokeball. Een paralyzed heal. Nice, nice. Nog een kale man van de secte van de kale mannen met ratata's. Hij is hier helemaal niet kaal, what the fuck. Is iemand dat ooit opgevallen? Die mannetjes zijn in de overworld allemaal kaal. En hier heeft hij gewoon haar. Leugens zijn gemaakt. Watch me find whip. Watch me find nene. Watch me find whip. Whip. Watch me find nene. Oké, misschien heeft het gewoon meer effect als ik gewoon ga scratchen. Het doet wel meer effect. een pokeball. En daar zit in. Een accuracy. Ik kan dat woord nooit goed uitspreken. Maar nu wel. Yes. Kale mannen die eigenlijk niet kaal zijn. Kijk, hij is helemaal niet kaal. Leugens. En ze hebben allemaal Bellsprout van level 3. Dus eigenlijk is het de secte van kale mannen met Bellsprout en soms een ratata. Of eigenlijk is het de secte van kale mannen die eigenlijk helemaal niet kaal zijn. Met heel veel Bellsprout en soms een ratata. Ik blijf een beetje in die secte hangen. Dat hebben jullie in de gaten. Oh, hoezo is deze Bellsprout weer niet dood? Alle Bellsprouts gaan dood van een scratch. Maar deze Bellsprout natuurlijk weer niet. Een potion. Nou, die potion kunnen we wel even gaan gebruiken. Op Neville, Holtse Vlot, 37 HP'tjes. Bite. Bite hebben we wel iets. Dan moeten we zo nog tegen Oppermaster van de hoe heet dit? Wat zei ik nou dat was? Ik weet het niet meer. Secte, de oppermaster van de oppergast van de secte. Hallo meneer, de uil. Oh, het is geen uil. Hij is straks gewoon al een krokenaar voor de tweede gym. What the fuck? Oh, ik had nog beter eerst kunnen bijten. Nou ja. Je kan je special attack wel omhoog doen, maar als je niet gaat aanvallen, dan kan je ook geen damage doen, Bellsprout. Snap dat dan? Hoed, hoed? Die wil ik wel shiny trouwens, hoed, hoed. Dat deed fucking weinig damage. Oh, hij raakt hypnosis. Zo jammer. Ja, oké, level 10. Dat snap ik alleen. Ik vind het fucking snel als je al na de eerste gym al je gevolgd hebt. Nee, voor de tweede gym zeg maar. Voor de tweede gym. Als je voor je eerste gym al die een Evo hebt, dat is echt heftig. Is het level 14 al een krokonaal? Nee. Is dat echt? Ik wou net zeggen, level 16 pas. Een rope voor de escapers. Bag. Een escape room. Use. Alleen één van de twee, of Cyndaquil of Chikorita volgens mij. Is het niet zelfs Totodile pas op level 18? Ik kan één van jullie het opzoeken even. Een Sparrow. Een Neville. Die shiny is. Oké. Watergun of Bite. Doe maar Bite. We kijken even wat sterker is. Bite doet redelijk wat damage. Attackvel, dan doen we nog een keer Bite, anders zal die wel gewoon dood zijn als het goed is. Ik durf het niet aan om Scratch te doen omdat mijn attack omlaag was. Oh, hoezo mis ik? Wauw, valsspelerij hier. Oh, ik haat Sentatex echt. Oh, dit is pas de eerste Pokémon. Wauw, drie keer achter elkaar mis. Oké.
Nice, oké. Okay. Het duurde gelukkig niet al te lang, dit potje. Door die kut sand attacks. Een Falkner. Ik zit te denken, kunnen we niet een keer een Headbutt Shiny gaan vinden? Een Heracross of zo? Ah, je bent geflinched. Lekker voor je, Pidgey. En Pit Geotto. Kom op. Hij is eerst. Oké, het valt mee. Doe niet al te veel damage. Kan die roost? Dit wordt echt een kut battle dan. Kom op, crit. Oké, doe het nog een keer, Gust. Dan gaat hij sowieso weer... Crit? Oh, dood. Was het een crit? Nee, het was niet eens een crit. Woehoe, see! Lekker. Oké. Very nice, very nice. De Sapphire Badge is binnen! We hebben de eerste badge binnen. Nu worden we gebeld als het goed is. Zie je? Dat we eventueel dat ei weer kunnen ophalen, maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Dat ei kunnen we wel hier in Pokémon Center ophalen, maar dat gaan we gewoon niet doen. Oh nee, ik wou niet het ei. Nee, ik wil het ei niet. Waarom met je ei? Mochten we hier nou eigenlijk al verder of niet? Je krijgt in ieder geval een Miracle Seed van deze bitch. Iemand met een bril. Oh, dan moet je dat ei pakken. Wat een onzin dat je dat ei moet pakken. Dat ei even Dat ei zo meteen eventjes snel depositen. Wie wil er wel een shiny Togepi? Dat is de vraag die je moet stellen. En ik kan hem toch niet shiny krijgen, want dan ben ik nou al te laat, zeg maar. Ik heb het ei al aangenomen. Ik had gehoopt op wat interessantere Pokémon's hier, want als ik hier gehunt, moet ik toch wel iets van interessantere Pokémon hebben. Hey Marie! Oh, ik ga hier hunten, ja. Ik wil die shiny Marie. Zo. Deze gaat misschien wel zorgen... Nee, ik denk niet dat deze gaat zorgen dat ik een level up ga. Ja, maar Reap, die heeft ook gewoon meteen een vette shiny als ik die krijg. Ja, hij gaat er toch voor zorgen dat ik ga even... Waarschijnlijk. Of het is level 18, dat kan ook nog met Totodaal. Ja, level 18, oké. En een grote bal, nice. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken van de stream. We hebben vandaag de Shiny Totodile al binnengehaald. De volgende keer gaan we hier dus verder. Gaan we hunten voor eigenlijk Mareep. Mareep zou ik het liefste willen. En ik weet niet wat hier nog meer zit. We hebben in ieder geval Bellsprout gezien. Misschien zitten er nog wel andere dingen. Het zijn in ieder geval allemaal types die ik niet heb. We zien jullie de volgende keer weer. Adios, amigos.